Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Wij hebben vanmorgen Jordi al naar school gebracht. En ik heb ook al contact gehad met het ziekenhuis over het bloed wat Jordi gisteren verloren had. En ik mag gelijk bellen. Er staat zeg maar een soort van aantekeningetje bij Jordi. Mits zeg maar de komende dagen dat er iets verandert. Qua bloed en alles bij zijn ontlasting. Dus dan gaan we gewoon even afwachten. We hebben ervoor gekozen om Jordi wel gewoon naar school te doen. Omdat hij gewoon goed te passen is. Hij is gewoon levendig. Er is verder niks aparts aan de hand. Alleen verliest hij een beetje bloed. En dat kan omdat we hem ook moeten helpen. En we weten ook niet waar het wondje zit. Want die kan ook iets verder in de darm zitten. Of wat dan ook. Ja, dat is niet te zeggen. Vanochtend had hij gewoon een mooie platte buik. Dus wat dat betreft kan ik mijn eigen daar niet druk om maken. Mag ik ook niet van het ziekenhuis. School houdt het mee in de gaten. En als Jordi niet goed functioneert, buikpijn, suf of wat dan ook. Dan word ik gelijk gebeld en dan ga ik hem gelijk halen. Dat is eigenlijk een beetje de situatie. Ik heb mijn was al aangezet. Ik ga dadelijk even fruitje maken, want daar is het ook bijna tijd voor. En dan gaan we de dag verder doen. Het is wel wat rustiger nu, moet ik zeggen. Nu Jordi weg is, dat ik even kan uitademen. Dat wel. Dat moet ik wel zeggen. De afgelopen weken waren even intens. Maar ja, het zij zo. En we moeten zeggen dat we er goed vanaf zijn gekomen van het hele corona gebeuren. Dus daar zijn we blij om. Ik ben al de hele tijd lekker met de kindjes bezig. Hè, Liam? Ja, we hebben geknuffeld, het fruitje gedaan en alles erop en aan wat we maar kunnen verzinnen. Sammy is moe, dus ik ben hem een beetje bezig aan het houden. Maar we zijn ook lekker eens aan het kroelen. Net als vannacht, hè? Ja, heeft papa hier. Papa had een foto gemaakt dat we samen lagen te slapen. En ook nog met Flits. En we hebben allebei niks gemerkt. We lagen echt diep te slapen. Maar we hebben wel lekker slapen. Zo moe is hij dus. En hij steekt me aan. Oh, verschrikkelijk. Ja. We hebben deze grote vent van school gehaald. We moesten de auto ergens anders parkeren dan dat we normaal doen. Dus, goed, anders word ik aangereden. Nee, deze kant op. Dus moesten we even een stukje lopen. Gelukkig konden we hem bij de rapiet omzetten, hè, jongen. Kom maar. Jordi, kom deze kant op. Ja. Hier wonen we. Stoppen. Wat ik dus wilde vertellen is, en de kinderen waren een beetje lastig. Ik reed de straat in en er stond bomvol. Ik kon de auto vrijwel nergens kwijt. En ik ben heel lastig in parkeren. Dus we hadden wel een kleiner plekje. Niels zou hem er zo in hebben gezet. Alleen ik kan daar dus niet. Dus ik heb hem bij mijn achterbuurman voor de deur gezet. Dus die heb ik even opgebeld. Dat is ook tevens de peetoom van Jordi. Dus daar is natuurlijk een hele andere band dat je met elkaar hebt. Dus ik had het hem uitgelegd. Hij zegt ja, zegt hij, dat is helemaal prima. Dus hij weet dat de auto er staat. En Jordi kan ook niet zo ver lopen. Dus dit was zeg maar korter als waar ik hem anders neer had moeten zetten. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om hem daar neer te zetten. Dus dat was dus het ding. Ik moest op Liam letten, Jordi letten. En Jordi die had ook nog een stuntman idee ook. Dus daar moest ik ook nog even mee aan de gang. Maar goed, we zijn thuis. Ik ga de kinderen drinken geven en wat snoepen geven. En dan ga ik eten koken. Weet je waar ik altijd een hekel aan heb? Oh, nou ga ik echt iets van mezelf onthullen, hè. Ik heb serieus een hekel aan de vaatwasser. Niet omdat die mijn vaat doet schoonmaken, want dat is top. Kan niet beter. Nee, ik vind het ook niet erg om hem in te ruimen, maar uitruimen. Oh, daar heb ik zo'n graf hekel aan, hè.
Ik zweer het je. Ik ben de hele dag ben ik het al aan het uitstellen. Ik ben het echt heel de dag al aan het uitstellen. Ik meen het. Ik meen het echt. Oh, zo'n hekel heb ik daar aan. Oh, echt. Uit de grond van mijn hart heb ik daar een hekel aan. Ik ben het ook echt al de hele tijd. Mandy moet de vaatwasser niet aan. Doe ik straks wel. Misschien als ik op Niels wacht. Niels doet het wel hoor. Als ik tegen Niels zeg, doe even mijn vaatwasser uitruimen. Dan ruimt hij hem uit en dan ruimt hij hem ook weer in. Nou, ik zal hem dan alleen uitruimen, maar dat doet hij dan weer niet. Hij ruimt hem dan ook weer in. Maar ik vind inruimen niet erg. Aanzetten vind ik ook niet erg. Maar de uitruimen. Ik haat dat. Echt oprecht uit de grond van mijn hele hebben en houden. Laatst vroeg iemand aan mij, Mandy, je hebt nagels. Als jij dan zeg maar je eigen insmeert of de kindjes insmeert of wat dan ook. Dan komt dat toch allemaal hieronder te zitten. Toen zei ik ook van, ja, maar daar heb ik een foefje voor. Want ik doe nooit met mijn vingertoppen smeren. Ik doe altijd met dit smeren. Dus ik doe daar de crème op. En dan smeer ik zeg maar bijvoorbeeld de kont zo in. Dus dan komt mijn nagel helemaal niet in de buurt bij zijn kontgat. Dus zo doe ik het altijd. En daarna doe ik het altijd met een doekje. Doe ik het altijd zeg maar niet naar mijn nagel toe. Maar altijd naar de zijkant toe afvegen. En daarna natuurlijk je handen wassen. Maar dat is wat ik altijd doe. Eigenlijk op zich, want ze vragen wel eens vaker aan mij. Hoe kun je nagels hebben met luiers verschonen en alles? Nou, dat dus. Dat is wat ik altijd doe. Heel simpel, eigenlijk. Niet zo moeilijk. Wat ga je doen? Ik ben ook aan het uploaden. Liam die is heel de kamer aan het doorrennen. Jordi ligt lekker op de bank te relaxen. Hij heeft vandaag ook heel veel gedaan op school. Dus lekker rustig aan laten doen. Dus ja, dat eigenlijk. Oh, en nee, ik heb nog steeds niet de vaatwasser gedaan. Maar het is bijna tijd dat Niels thuis komt. Dus dan mag Niels dat doen vandaag. Ik ben een vals mens, ik weet het. Maar Niels hoeft alleen maar de vaatwasser te doen. Meer hoeft hij eigenlijk niet te doen, dat doe ik allemaal. Dus. Nou hebben ze even alle drie de fles. Niels is eventjes nog met Liam weg geweest. Even op bezoek bij iemand. Was leuk, hè? Ja. En Jordi krijgt nou ook lekker een flesje. Die is ook hartstikke moe. En Sammy ook. Die is ook hartstikke moe. Moet je niet nog fles drinken, vriend? Jawel toch? We hebben hier gestofzuigd, gedweld, alles opgeruimd, klaargezet voor morgen. En nou zijn we lekker tompoesje aan het eten. Valentijnsgebakje. Ja, we zijn een Valentijnsgebakje aan het eten. Voor ons is het elke dag Valentijn. Maar goed. Sam die wil ook. Maar Sam die wil niet slapen. Dus tja. We zitten met Sam beneden. Jordi slaapt wel al. En Liam die was net nog wakker. Maar die zal ook zo wel slapen. Dus we gaan heel eventjes lekker happen. Een hele goede morgen. We zitten nu nog in de pyjama. Ze hebben net een flesje op. En ik ga ze nu aankleden. En dan zijn ze nu aangekleed. Ja, gaan we nu jas aan doen en de auto in. En dan zitten we nu allemaal in de auto. En ik ga hem nou naar school brengen. We hebben Jordi naar school gebracht. En we zijn naar de winkel geweest. En nu gaan we fruitje eten. Dus een drukke ochtend al. Ik had ook bij de kruidvat een andere drinkbeker meegebracht om te kijken wat hij ermee ging doen. Hij vindt hem helemaal geweldig. Hé jongen? Ja, en hij is van Paw Patrol. Dat kun je nou niet zien. Dus even kijken. Dus even kijken. Kijk eens hier. Ja, wacht nou eens even. Laat mama eens kijken. Hier, kijk. Paw Patrol. Ja, sorry hoor. Sorry hoor. Je mag gewoon weer drinken. Ik wil namelijk ook dat hij andere soorten rietjes en zo
geprobeerd. Dat is goed voor zijn motoriek, voor zijn mond. Ja, ik moet mijn ramen wassen. En nee, daar heb ik nu geen zin in. Waar het mij om gaat is... om deze twee. Die twee, dat is echt Jut en Jul. Ze gaat altijd bij hem zitten als hij aan het spelen is. En hij wilde ook geen broek aan toen, net zo lui schoon en hij was kwaad. Nou, dan maar geen broek aan. Je gaat dadelijk toch je brood eten naar je bed. Maar over de mensen die allemaal zeggen van dat de tv hier altijd aan staat. Ja, Sam is nu toevallig aan het kijken. Maar de tv staat aan en er wordt hier gewoon gespeeld. Net was Sam ook gewoon aan het spelen. Dus ja, de tv staat hier inderdaad aan. En nee, er wordt hier niet de hele tijd gekeken. Sowieso is het zo dat als Jordi een handeling moet doen qua eten of wat dan ook. En hij moet daarbij nadenken, is het belangrijk dat hij een filmpje heeft. Zodat hij zijn voeding binnenkrijgt in verband met zijn darmafwijking. Dus daar moeten wij ons eigen op aanpassen. Vandaar dat wij dat doen. Dit is gewoon bekend bij alle hulpverlening die hij heeft. En ja, hun zijn het er allemaal mee eens dat het waar is wat wij zeggen. Dus het is niet altijd zo wat je ziet. Plus ik film ook niet 24/7. En ik heb ongeveer filmpjes van 25 minuten. Waarvan ja, door de helft is wat je op een dag ziet, zeg maar. Soms nog niet eens. Dus ja... dat is eigenlijk wat ik even wilde melden. Niet, ik ben me eigenlijk niet aan het verantwoorden of wat dan ook. Ik wilde dat gewoon heel eventjes gezegd hebben. Want ik krijg de laatste tijd meer van deze comments. Liam zit lekker een kaasstengeltje te eten. Die had ik meegebracht. En Sammy zit lekker een melkbroodje te eten. Helemaal zelf. Dat doet hij leren. Dat doet hij lekker oefenen. En dadelijk krijgt hij een flesje. En dan gaat hij lekker naar bedje toe. Sam heb ik net op bed gelegd. Liam is nog even zijn broodje aan het eten. En we aan het drinken. Ik ben nu toch maar die vaatwasser al aan het doen. Zo'n hekel aan. Ik blijf er echt een hekel aan hebben. Gisteravond heeft Niels hem wel voor me uitgeruimd. Uitruimen vind ik het ergste. Inruimen boeit me niet. Maar ja, ik ben hem dan nu dan toch maar even aan het uitruimen. Ja, dat dus. Daar ik Liam naar bed brengen. En dan... ja, eten, die dingen allemaal, de bekende dingen. Later. Ik heb toch maar even mijn ramen gewassen. Ook dit raam heb ik gewassen. De voorkant doe ik wel een andere keer hoor, ik ga nu eerst eten. Ik ga even lekker Mandy tijd hebben. Nou ben ik kapot. Daar zitten de twee kleine ratjes. We gaan de hoogste directeur van de Bambix-bende halen. De opperdirecteur. En we zitten nu te wachten. Dus totdat het tijd is. Ik heb de directeur van de Bambix-bende opgehaald. Ze hebben al gegeten en geronken. En ik ga nu mijn eten beginnen. We eten burrito's, helemaal zelf verzonnen. En ja, dan ga ik nou mee beginnen. Ik ben al klaar met eten, want ik eet altijd het minste. Maar zo gaat het eraan toe als we aan het eten zijn. Liam is lekker aan het happen. We eten burrito's, zelf gemaakt. Sammy is zelf aan het happen. Eén grote pestbende daar. En Niels geeft ondertussen Jordi, terwijl hij zelf eet, ook eten. Jordi! Jordi, ja. Wat? Ja, doe maar lekker happen. Doe maar happen. Wil je niet happen?
Die was net zo lekker aan het happen. Ja, lekker hè. Sammy, doe eens lekker happen, schatje. Je hebt nog genoeg hapjes. Misschien moet papa de randjes eventjes wegschouwen. Nou Niels, ze liggen in bed hoor. Ja, wat een rust. Liam was vandaag echt vervelend. Het wordt tijd dat hij weer naar schooltje gaat. Wat gaat hij morgen doen? Yay! Wij gaan bankzaken en belegging doen. We hebben al opgeruimd. Ik hoef alleen nog even de flessen af te spoelen, broodjes, smeren, fruit te maken. En dan is het gewoon klaar. En ik moet editen natuurlijk. Dus bij deze gaan we deze ups en dan afsluiten, want we gaan echt niet veel meer spannend doen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.